Vanuit het zonnige Spanje deelt Janneke Jelissen oprecht bericht met haar volgers. De welbekende een huisvol ster, die momenteel schittert in een huisvol emigreert, laat weten dat ze een drastische verandering aanbrengt in haar levensstijl op het gebied van gezondheid. Na een periode waarin ze zichzelf als zwaar ongelukkig beschrijft, heeft Janneke besloten het roer om te gooien. Ik zag een vrouw die zwaar ongelukkig is met zichzelf, deelt Janneke openhartig. Voor degenen die haar al een tijdje volgen is het geen geheim dat ze worstelt met haar gewicht. Ze benadrukt dat ze voor de zwangerschap van Johnny aanzienlijk was afgevallen en na de geboorte van Harry zelfs 35 kilo kwijtraakte. Ondanks deze inspanningen kwamen de kilo's bij elke zwangerschap weer terug. De beelden van een huis vol emigreert bleken een eye-opener voor de moeder van negen kinderen. Het enige wat ik zag, was vooral een ongezonde vrouw die oprecht gelukkig is met haar gezin en met alles wat we nu doen, maar zwaar ongelukkig is met zichzelf. Dus vanaf dat moment heb ik besloten, de knop moest om. Janneke lijkt vastberaden om haar gezondheid en welzijn prioriteit te geven. Haar openhartige onthullingen geven haar volgers een kijkje in haar persoonlijke strijd en de innerlijke beslissing om een positieve verandering aan te brengen. Het is duidelijk dat Janneke niet alleen streeft naar geluk in haar gezinsleven, maar ook naar een gezonder en gelukkiger zelfbeeld. Haar openheid inspireert wellicht anderen om ook stappen te zetten richting een gezondere levensstijl.